Hey, wat superleuk dat je kijkt naar dit nieuwe schooldagboek. Het is vandaag woensdag en ik heb een week vakantie gehad. En daarin heb ik eigenlijk heel veel bijgewerkt. Ik moest nog het procesboek voor mijn project helemaal bijwerken. Daar had ik nog niks aan gedaan, dus die loopt nu helemaal bij tot met de week voor de vakantie. Dus die ga ik dan nu gewoon elke week echt goed bijhouden. Ook heb ik voor online publishing moest ik al 3 opdrachten gemaakt hebben voor het maken van de blog voor bol.com. En dat had ik ook allemaal nog niet gedaan, dus dat heb ik bijgewerkt. En gewoon voor deze week alle kennisclips alvast bekeken. Dus ik heb best wel een relaxed weekje nu zo na de vakantie. Maandag heb ik al les gehad, heb ik 2 vakken gehad. Project en CO en CA. Ik vind CO en CA best wel lastig. Ik heb nu 1 opdracht voor de vakantie daarvoor ingeleverd. En nu moeten we 19 maart opdracht 2 en 3 inleveren. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Het is hetzelfde, het hoort bij elkaar. Je moet een website analyseren en dan advies geven. Analyseren is opdracht 2, advies geven is opdracht 3. Dus dat voeg je bij elkaar. Dus in de lessen krijg je daar theorie over hoe je dat doet. En dan moet je dat zelf gaan doen bij een website. Dus dat 19 maart inleveren. Gisteren hebben we weer project gepresenteerd. Je moet elke week laten zien wat je gedaan hebt aan de hand van het Miro-bord. De afgelopen keer hebben we constant een 6 gekregen. Dus gisteren hebben we weer gepresenteerd. Dat had ik gedaan. En we hadden een 7,5 gekregen. Dus dat is heel erg fijn. En vandaag is het woensdag. Ik heb om 12 uur les voor een online publishing. Daarvoor heb ik dus die 3 opdrachten ingehaald met in de vakantie. Sorry als ik eens naar links kijk, maar mijn agenda ligt daar. En ik heb ook vanmiddag psychologie. Daar moesten we kennisclips voor kijken. Dus daar ben ik heel veel klaar voor. Alleen vrijdag moeten wij de eerste versie van ons artikel inleveren voor digitale redactie. En dat is een review. Dus daar ga ik nu aan werken. Want dan heb ik die op tijd af. En vrijdag heb ik ook een assessment gesprek. Dat vind ik best wel spannend. Maar daar komen we later wel even op terug. Dus ik ga nu beginnen aan mijn artikel en dan heb ik over 1,5 uur les. Want het is nu 10:30, dus let's go. Vandaag vrijdag en ik heb over 5 minuten mijn assessment gesprek en ik ben echt zo zenuwachtig. Ik heb echt geen idee wat ik kan verwachten. Ik hoop echt zo dat het meevalt. Oh my god. Dus. Oh my god, het is nu 9:05 en het gesprek zit erop. Ik moet nu eventjes wachten, want ze zijn in gesprek of ik een voldoende krijg. Ik krijg gewoon een V'tje of een O'tje. Onvoldoende of voldoende. Ik vond het wel pittig. Wordt echt een vragenvuur op je afgestuurd. Gewoon allemaal vragen. Niet normaal. Het is maandag. Volgens mij hebben jullie deze hoek echt al heel vaak gezien in de video. Sorry daarvoor. Het is dus maandag. Ik heb vanmorgen al les gehad. Het laatste wat jullie hebben gezien is mijn assessmentgesprek. Die heb ik goed gedaan. Ik heb voldaan gekregen. Het is voldaan of niet voldaan. En ik heb voldaan. Dus dat is heel erg fijn. En nu vandaag heb ik vanmorgen les gehad. Ik ga nu even een planning maken voor deze week. En ik ga vanmiddag de hele middag lezen. Want we hebben vrijdag een boekpresentatie. En ik moet nog beginnen aan het boek. Dus daar ga ik vanmiddag de hele middag mee aan de gang. En dan ga ik even een planning maken voor de rest van de dagen. Dus dat is een beetje de planning voor nu. Het is vandaag woensdag en ik heb gisteren niks voor het schooldagboek gefilmd, omdat ik gisteren een schooldagroutine heb gefilmd. Dus als je een beetje specifiek wil zien wat ik op een dag doe voor school, moet je die even kijken, want die staat al even online als jullie dit zien. Wel wil ik nog eventjes terugkomen trouwens op de specialisaties. Ik moet specialisatie kiezen voor volgend jaar,
voor mijn derde jaar. En dan kan ik kiezen tussen 4 verschillende. Je hebt digitale mediastrategieën, mediaonderschat, mediaconcepting en vertelvormen. En gisteren kregen we daar voorlichting voor. Ik denk nu dat ik voor digitale mediastrategieën ga. Maar ik moet volgende week vrijdag pas mijn keuze definitief zeggen. Dus ik ga nog even over nadenken. Nu hebben we eigenlijk al de hele ochtend af en toe een soort inspiratiesessies. Dan komen er mensen die bepaalde ondernemingen hebben gestart vertellen over hun verhaal. Net was wel leuk om iemand over een app vertellen. Dus ik ben nou ondertussen gewoon aan het luisteren. En ondertussen gewoon bezig, want ik moest een customer journey maken. Ik kan hem wel eventjes laten zien. Voor het project. Kijk, dit is mijn geboren. Oh, mijn scherm lijkt wel blauw. Dus die heb ik net gemaakt aan de hand van een enquête die we hadden gevraagd. Of in laten vullen door onze doelgroep. Dus dat heb ik nu gedaan. Ik heb zometeen nog een inspiratiesessie. En wat blijkt dat ik vanmiddag minor voorlichting heb. Wist ik niet. En vanmiddag moeten we ook weer even het project presenteren. Dat is wat ik nu aan het maken ben met mijn groepje. Die customer journeys moeten we vanmiddag even presenteren. En daar krijgen we weer een cijfer voor. Dus dat is het even eigenlijk voor nu. Dus ik ga nog even verder met boekpresentatie voor vrijdag voorbereiden. En dan zometeen weer even een voorlichting luisteren. We hebben een 7 voor ons projectpresentatietje. Dus dat is helemaal top. We hebben nu een 6, een 7,5 en een 7. Dus ik ben blij. En de minor ging niet door van vanmiddag. Dat was helemaal niet voor mij. Het was een beetje verwarring in mijn hoofd. Dus dat is ook heel erg fijn. Het is vandaag vrijdagochtend op dit moment. En we hebben zo de boekpresentatie. En ik ben echt reeds zenuwachtig. Er wordt dus één iemand van je groepje gekozen en die moet de hele presentatie geven. En ik hoop zo niet dat ik dat ben. Maar we gaan het zien. Dus het is 8:30. Ik ga nu in Teams. Dus wish me luck. De boekpresentatie zit erop en ik hoefde hem niet te doen. Lucky me. Hij ging gewoon aan zo'n rad draaien. En toen was degene die daar gedraaid werd de Sjaak. We hebben voldoende. We hebben nog geen cijfer. Die krijgen we later. Dus het is in ieder geval... Wow. Ik zet hier die op mijn laptop, maar die ging dicht. Het is in ieder geval voldoende. Dus dat is helemaal prima. Vanmiddag heb ik nog 1 les. Om 12 uur. En ik ga nu eventjes een planning maken voor volgende week. En dan ga ik naar mijn les lekker weekend houden. Want daar heb ik echt zin in. Zo'n boekpresentatie, zo'n spanning. Dat trekt zoveel energie. Ik ben helemaal gelijk een beetje moe. Terwijl ik het niet eens hoef te doen. Maar echt, toen dat rad ging draaien. Mijn hart, dat ging echt tekeer. Dus ja, nog even lesje volgen. Planning maken voor volgende week. En dan is het mooi geweest voor deze week. Het is vandaag alweer maandag. Het weekend zit er alweer op. En ik ben ook alweer een tijdje bezig met school vandaag. Het is namelijk al 2 uur. Ik had vanmorgen om 8:30 online college voor project. Dus dat was op zich wel leuk. En toen ben ik verder gegaan met... Wat ging ik doen? Kennisclips kijken. Maar ik moest er 2 kijken voor beïnvloedingspsychologie. En ze duurden allebei 40 minuten. Dus dat was echt heel lang. Maar ik heb het wel gedaan. Nu ben ik bezig met mijn procesboek. Ik heb mensen gemaild voor mijn artikelen voor digitale redactie. Of ze met mij een interview willen doen. Dus dat is top. Eigenlijk zou ik aan CO en CA gaan. Want daar moet ik vrijdag iets voor inleveren. En dat schijnt heel veel werk te zijn. Maar ik ben het aan het uitstellen. Ik heb er geen zin in. Als ik eenmaal bezig ben, dan vind ik het altijd wel leuk. Maar ik kan me er niet zo goed toe zetten om daaraan te beginnen. Dus als ik mijn procesboek bij heb gewerkt, moet ik van mezelf daaraan gaan werken. Dus dat is de planning. Ik ben nu nog even dat procesboek dus aan het afmaken. En dan moet ik aan die opdracht beginnen van mezelf. Want anders ga ik echt stress krijgen deze week en dat wil ik niet. Dus dat is de planning.
Oké, ik heb een poging gedaan om die opdracht te gaan maken, maar ik kan me er niet toe zetten. Ik heb wel een inhoudsopgave al gemaakt en een inleiding geschreven. Dus ik heb zo weinig motivatie dat ik beter denk dat ik het niet kan doen en het gewoon morgen wel gaan doen. Morgen heb ik wel veel les, maar echt stom, want ik weet dat als ik bezig ben dat het echt wel gaat. Maar het is 4:30 en nu heb ik gewoon geen zin om te beginnen. Het slaat helemaal nergens op hoor. Maar ik moet ook nog voor mijn werk foto's bewerken, dus ik denk dat ik dat dan beter nu kan doen. En dan morgen die opdracht maken. Dus dat. Dus dat betekent dat ik nu stop met aan school werken. Stupid, morgen haat ik mezelf weer. Het is vandaag vrijdag en ik heb net gedoucht, dus mijn haar is een beetje nat. Maar de laatste keer dat jullie mij zagen was het dinsdag volgens mij. Woensdag heb ik gewerkt, dus heb ik niks naar school gedaan. Gisteren heb ik de hele dag aan mijn opdracht voor CEO en CA gezeten. Die moet ik vandaag inleveren. Maar mijn zus had mijn camera mee, dus ik kon eventjes niks filmen. En gisteren heb ik hem eigenlijk afgekregen. Ik had verwacht dat ik vandaag nog de hele dag eraan zou moeten zitten. Ik heb ook geen idee of ik het goed gedaan heb. Ik weet niet of ik het al had verteld, maar we moesten een website analyseren aan de hand van allemaal SEO-factoren. Ik heb nu een document van 24 pagina's met 8269 woorden. Dat is echt heel, heel veel werk, maar ik denk dat ik het klaar heb. En nu heb ik zoiets van, ga ik het nog allemaal doorlezen of lever ik het gewoon in? Ik denk dat ik het gewoon ga inleveren. Ik weet het niet. Ik heb geen idee of ik het goed gedaan heb. Ik hoop het echt zo erg. Want ik wil dit zo niet herkansen. Dus ja, die ga ik zo meteen dan inleveren. En voor digitale redactie ga ik zo meteen nog even een interview houden met mijn moeder. En dat interview niet uitgelegd. Ja, wel. Nee, ga ik niet doen. Dat doe ik morgen. Nou, ik moet het doen, maar ik kan me er gewoon niet toe zetten. Ik heb vandaag echt een off day. Ik heb er nergens zin in. En ik moet nog even feedback geven op de rest van mijn groepje op hun artikelen. Dus dat heb ik vandaag moet ik nog eventjes doen. Deze week was zo druk met school dat ik gewoon echt helemaal klaar mee ben. Ik heb er echt geen zin meer in. Maar we moeten positief blijven. Dus ik ga dit nog even afmaken, interview houden, dat soort dingetjes doen. Ik ga bij deze wel dit schooldagboek afsluiten. Gaan we gewoon in het volgende schooldagboek weer verder. Ik heb hem dus niet heel positief geëindigd. Sorry daarvoor. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie er wat van opgestoken hebben. En dan zie ik jullie heel graag weer bij de volgende video. Doei doei!